dat hadden we kunnen verwachten, denk ik. Want ja, het is een stugge ploeg en veel strijd. En dat kon je wel zien. Het voetbal was niet geweldig, maar ja, als je hem dan wint, dan is het prima. Ja, kan je het verschil verklaren tussen dit soort wedstrijden die je dan speelt en de normale wedstrijden eigenlijk? Ja, we gaan volle bak. We hebben alle vertrouwen natuurlijk. En ja, we gaan gewoon volle bak. En Jupiler League is toch anders dan Eredivisie. Het is meer strijd. En ja, daar moeten we nu even aan wennen. Maar we hebben het gewoon goed gedaan. Ja, is het lastig om eigenlijk de ploeg te zijn met de druk? Ja, het is anders. Het is niet lastig. Want ja, we moeten gewoon spel maken. We kunnen goed voetballen. Dat hebben we ook wel vaak genoeg laten zien. Alleen ja, vandaag was het toch lastig. Omdat ze alleen maar in duels kwamen. En uiteindelijk hebben we het goed gedaan. Eigenlijk tot aan het doelpunt van jullie had ik eigenlijk eerder het idee dat hij aan de andere kant zou vallen. Ja, vooral standaard situatie denk ik. Nu voetballend kwamen ze niet echt uit. Het was alleen maar standaard situatie omdat ze een paar grote mensen hebben. En die middenvelder met een goede trap, ja, dan is het altijd lastig en dan moeten we uitkijken. Maar ja, dan valt hij niet. En dan valt hij bij ons wel een standaard situatie en dan ja, is lekker. Ja, en een goede uitgangspositie. Ja, dat denk ik ook. En thuis, ik denk nu moet hun komen en dan ja, ligt er voor ons ruimte achter de verdediging. En dan ja, moeten ze daar pakken. Ja, wat neem jij van deze wedstrijd mee na aankomende maandag? Wat neem ik mee? Ja, dat, een goede uitgangspositie denk ik. En ja, we staan 1-0 voor en ja, nu moeten we laten komen. Nou, maar het is wel wennen denk ik, hè? Na competitiewedstrijden voetballen opeens eigenlijk een favoriete rol. Ja, maar ik denk, we kunnen goed met druk omgaan denk ik. We hebben het tweede seizoen wel laten zien. We zijn teruggekomen van een verre achterstand en zijn we hier. En ja, we gaan met alle vertrouwen gewoon de play-offs in en dat doen we goed. Ja, en dat Brian dan scoort vandaag is eigenlijk ook wel een bijzonder verhaal, of niet? Ja, mooi voor hem en hij verdient het ook. Ook tegen Ajax, veel complimenten gekregen ook en ook wel wat kritiek. Maar hij gaat er goed mee om en maakt nu weer een belangrijke 1-0. En hoe was het voor jou om vandaag te beginnen, eigenlijk op de bank? Ja, even wennen. Niet vaak, bijna nooit op de bank. Maar ja, het is niet anders. Een tijdje ziek geweest ook en snel vermoeid. En nu vanaf de bank en ik kwam er snel in en alles geven en dan hoort erbij. Ja, want dat is de enige manier eigenlijk hoe de Graafschap erin kan blijven, alles geven? Dat denk ik wel. Deze wedstrijd wel. Het is gewoon lastig, want je kan bijna niet voetballen. En, je moet gewoon de duels winnen en dat hebben we vandaag gewoon goed gedaan. En, het is gewoon heel lastig, maar we hebben het gewoon goed gedaan.